We zijn nu in de oude studio. Voorheen, ja, je ziet daarachter een gespleten wandje, zeg maar. Hetgene van de witte kant, dat was eigenlijk mijn studio. En hetgene aan de grijze kant, dat was een soort van badkamer. Daar hebben we een bad neergezet. Vandaar dat je daar aan de achterkant ook nog een stuk, ja, verrotte wand ziet, zeg maar. Ja, het is niet verrot, maar het is gewoon lelijk. Dat gaan we allemaal fixen, want dit wordt namelijk onze slaapkamer. Dan moet er best nog wat gebeuren. Want het is namelijk zo dat de elektra aan de bovenkant hier, die moet nog even nagekeken worden. Die houten balk die daar loopt op het einde en daar op het begin zit er ook nog heen, die moet ook nog verwijderd worden. Dus dat doe ik gewoon even met een zaag. En vervolgens gaan we de kamer gewoon super netjes maken natuurlijk. Het enige nadeel van deze kamer is dat er echt een uisselijke ijzeren pupen zit. Ja, daar kan je eigenlijk bijna niet omheen. Maar goed, ja, nu slapen we beneden en dan kunnen we de kamer beneden weer ergens anders nuttig voor maken. Plus, ja, we huren deze woning. Dus we huren deze bovenkamer ook. En als we er niks mee doen, ja, je betaalt er toch voor. Dus dan is het wel beter om daarna te gaan slapen toch ook, zeg maar. Dus we gaan het zien. In deze aflevering zal ik dan alleen eventjes de elektra fixen en die balken weghalen. En hopen dat het netjes wordt. Dus we gaan het zien. Ik weet niet of ik mijn statief en alles kan vinden. Want alles ligt eigenlijk een klein beetje overhoop nu natuurlijk. Dus doei! Ja, eigenlijk moet ik eerst wel de goede kleding aantrekken. But you can leave your head on. Pam, 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 pam. Het enige wat ik nu nog even moet halen is gereedschap. Want ik moet natuurlijk die zaag hebben om van boven daar, zo kunnen jullie waarschijnlijk net niet zien, die houten balken weg te halen. En vervolgens ja, moet ik even het stroom eraf halen om de elektra een beetje te fixen. Dus dat gaan we eerst wel doen. Yo! Ik heb even een andere camera erbij gepakt. Dus ik denk dat jullie nu wat beter kunnen zien. Ik heb ook niet zo heel veel licht, dus ik hoop niet dat het filter een beetje grainy is. Die ga ik er eerst afzagen, dan de middelste, dan de andere. Dan haal ik alle oude, ja, mantels weg. Al die PVC-pijpen die haal ik weg. En dan vervolgens ga ik kijken wat voor draad ik nog over heb. Kijken of ik het met hetzelfde draad red. Dat scheelt me namelijk 13 euro of zo. En ik heb een heel setje gekocht. Wacht. Dit is dus een setje en er zit eigenlijk alle kleuren in van het VED-draad, van het installatiedraad. Bruin, blauw, groen, geel en zwart schakeldraad. Dit setje kost normaal 15 euro. Maar als ik die 15 euro niet hoef te betalen, dan ga ik dat natuurlijk ook niet doen. Dus ik kijk eerst of ik het kan redden met de bedrading die ik heb. En dan gaan we het zien. Kijk dan, wat voor spijkers ze gebruikt hebben. Nog eentje. Yo. Philosophy. Hakuna Matata. Ja goed, ik heb niet zo heel goed opgelet bij Elektra. Ik heb trouwens op heel mijn school niet zo goed opgelet eigenlijk. Maar, als je niet weet hoe het zit, en het zit nu redelijk, maak dan even een fotootje ervan. Maar dan weet je het, als je het weer in elkaar moet zetten, dan kan je daarna gewoon weer checken. Van, oh ja, het zat zo. Ongeveer. Klik. Yo. Nou, dan ga ik voor nu eerst even kijken of ik die eruit kan krijgen. Het zit namelijk heel, ja, raar in een in de muur. Ik maak er wel even een foto van, dan kunnen jullie het ook zien. Kijk, het zit heel raar in de muur. En ik krijg hem ook niet los. Hij zit er echt gewoon vast in. Dus ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus ik moet hem toch gaan proberen eruit te halen. Maar ja, ik moet hem toch weghalen. Nou, weet je wat ik denk? Ik denk dat ze heel die pijp gewoon in de muur hebben gezet. Ja, dat is kloten. Maar dan moet ik hem gewoon afzagen. Hopen dat ik het koper niet raak. Wie je maakt, wie je wint.
Ja, jongens. We hebben dat gefixt, ja. Is het makkelijkst om deze eerst even terug te buigen? Als het niet breekt hoor, want het is natuurlijk ja, heel oud al. Zo. Kijk. Dat is één. Ik zal het even laten zien. Nu is hij er hier eraf. Dan laat ik een PVC-pijp doorlopen tot hier. En dan monteer ik hem aan deze balk. En die balk, die loopt helemaal door naar achteren. En dan zie je daar die andere toko nog hangen. En dan monteer ik alles gewoon op de bovenste balk, zoals dat je hier ziet. Dus dan is het gewoon netjes weggewerkt. Dan kunnen we vervolgens de wand hier ja, een beetje gaan bewerken. Er zat hier een eerste plafondetje in, vandaar dat dit gewoon een andere kleur is ook. Maar dat komt natuurlijk niet meer terug, want dat willen wij ook helemaal niet. Dat was ook helemaal niet mooi ook. Dus. En alle gipsplaten hier bovenin en alles hier, dat zat genageld. Alles hier zit genageld. Genageld. Ben je niet lekker of zo? Zukke joepert, jongen. Zo, beuna's. Goed. Nu we dat gezegd hebben, kunnen we weer door. Nou, ik weet nu dus ook al niet meer hoe het zat, hè, met die snoeren. Nou, met deze zit het er zo, zit hier door het gat heen. Die kabel. Maar oh ja, hier zit hij er doorheen. Maar zoals je ziet, is hij er al af. Dus ik kan hem er eigenlijk zo van afhalen. En dan is deze er ook af. Ja, toch! Ik moet de kapper nog even bellen. Kijk dan jongen, dit kan toch niet? Hier. Ja, dat ken je. Hebben jullie donderdagochtend nog tijd dat ik door Martin geknipt kan worden? Ja, 9 uur is perfect. PJ, PJ. Oké, dank je. Joehoe. Hoi. Yo Mandy. Thanks. Maar ik laat mijn haar altijd knippen bij Martin Hair. Dat is altijd zo relaxed. Dat is echt niet normaal. Oké. Okay. Wat wij dus nu hebben geconstateerd. Zijn draden. Een hoop met draden eigenlijk. Daar gaan we wat aan doen. Ja, oké. Okay. Ik heb gekocht PVC-pupen, 2 keer een meter. Deze. Hoekjes, want ik heb geen zin om te buigen. Daar heb je ook zo'n buigdingen voor nodig. En klemzadels. Nou was mijn idee om hem vanuit het gat. Hoeveel hoekjes heb ik nodig dan? Ja, ik denk 4. Ja. Yeah. Let op, hè. Let op. Oké. Okay. Mijn idee was om hem vanuit het gat, hier, sorry voor het enorme slechte beeld, naar boven te laten lopen. Dat kan echt perfect zo. En dan vervolgens komt er hierboven, komt er nog een keer een hoekstuk. En dan gaat hij terug en dan loopt hij zo bovenop de balk. Nou, ik vind dat echt een fantastisch, grandioos idee. Moeten we dat maar gaan doen, hè. Maar hoe doen die gasten dat, joh? Alles vasthouden en schroeven. Yo. Nou, zal ik het heel even laten zien? Kijk. Dan lopen we van hier, achter het gat, naar boven. Hop, op de puppen. En dan gaan we hier helemaal door. Dat is het enige wat ik nu nog nodig heb. Is gewoon een vlingsteek met pupen. En ik denk dat we tot de helft ongeveer komen. En dat we daar dan een soort van splitsitting... Splitsing moeten maken. Hierboven ja, heb je dus dat stukje wat, wat even rottig zit. Dan moet je dat normaal gesproken met een mofje denk ik oplossen. Alleen ik heb geen mof, dus doe ik het op mijn zolder. Ja, hier zo stopt hij dan. En dan kom ik hier verder inderdaad. En dan moet ik hem erop zetten. Ja, dat wordt wel iets lastiger denk ik. Omdat de muur hier zo niet doorloopt. Als die nou zo had doorgelopen tot onderaan die balk, dan had ik hem zo door kunnen laten lopen. Maar nu heb ik hier zo'n raar stukje. Dus hoe gaan we dat dan doen? Ja, het valt me op zich allemaal best mee hoor nog. Kijk.
Kijk, tot zover. Hier komt hij uit de muur. Sorry voor de shaky beeld. Komt hij verder op de balk. Maar ja, zoals ik al zei, hoef ik hem nu alleen nog maar verder op de balk te laten lopen. Tot aan die andere zijde. In het midden even een tussenstukje. Nou, wat ik ga doen is, ik zet gewoon een pijp erop. En ik heb in het midden heb ik even een tekentje gezet, dat ik weet hoe ver die moet komen. Nu ga ik eerst dat kastje even erop zetten. Dan pakken wij de pijp, tekenen we af, daar halen we eruit. Zo, ik ga nu de zadels erop zetten. En je moet, geloof ik, als ik het goed heb, mag je na iedere stop van de dingen, moet je 10 centimeter moet je een zadel zetten. Ongeveer 10 centimeter. Weet ik niet of dat minimaal of maximaal was. En daarna om de 30 of de 50 centimeter, dan kijk ik eerst even wat het makkelijkst is, want ik wil het wel zo symmetrisch mogelijk hebben in ieder geval. Dus dan zetten we de eerste eentje net van na het kastje, ongeveer 10 centimeter. Zo, dan aan het begin ook nog een keer. Nou, weet je wat? Ik vind het eigenlijk prima. Nu de andere kant. Ja, en dan is het klaar. Zo. Deze. Pak er even deze bij. Ja. Ja, ik zie niet echt dat dit zo... Nou. Ja. Oh, wat geweldig. Dan zitten wij hier in een streep in. Dat ging op zich toch wel vrij gemakkelijk, vind ik. Zadels erop, 3 stuks weer, dat zijn 6 schroeven, even uit mijn hoofd hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan al elektromonteur worden zo. Zo. Nou. Er zat nog een blauwe zenoertje zit erin. Deze. Die kan ik op zich weer opnieuw gebruiken ook. Doe ik ook gewoon. En dan is die daarna weer klaar. Dus ik laat het voor nu even hierbij. Ik laat nog even een kleine shot zien van hoe het geworden is. Maar dat doe ik wel even met mijn telefoon. Want ik zie dat de camera bijna op is. Dus doei. Zo, nou zoals jullie kunnen zien, daar begint hij. Gaat hij daar netjes het bochtje om. Komt hij hier zo bij een centraaldoos. Ik heb er heel even een lampje aan gehangen, zodat ik ook zeker weet zometeen dat het werkt en dat het niet allemaal doorbrandt. En dan loopt hij aan die kant netjes door. En hier komt nog een paneeltje. Zal waarschijnlijk een houten paneeltje komen. Dus dit wordt weggewerkt. En aan die kant is het nog maar even de vraag wat we doen. Want ik denk dat we dit gedeelte wel een stukje dicht maken. Maar voor de rest zal dit toch wel aardig open blijven. Alleen tussen de balken zeg maar in. Daar komen wel platen tegenaan zo. Omdat het natuurlijk gewoon geïsoleerd wordt. Dus ik loop heel even naar beneden en dan kijken of die het doet. Oké, gozer. Hier brandt het licht weer. Maar hier is het maar de vraag. 3, 2, 1. Hey! Oké. Nou, dat had ik dus nooit gedacht. Meestal gaat het bij mij in ieder geval 1 keer fout. Dus dat wil zeggen dat als ik iets wil maken of iets proberen, dan gaat het de eerste keer standaard fout. Iets gaat kapot. Dus dat is nu niet gebeurd. Dus, omdat die draden wel gewoon lang genoeg waren, kan ik deze terugbrengen en dat bespaart me dus 12 euro. Dus ik denk dat ik heel deze klus heb gedaan voor 5 euro. Het stelt natuurlijk ook niet veel voor, een beetje PVC-pijpjes en zo. En wat we voor de rest nog moeten doen zijn die daken een beetje schoonmaken. En dan komen nog allemaal nagels steken eruit, of spijkers, het is maar net hoe je het wil noemen. Dat muurtje aan die kant moeten we nog even goed fixen. Wat moeten we nog meer doen? Ja, alle sausen natuurlijk. Plaatje bij die kant erop. Maar dat komt allemaal nog wel goed. Ik ga eerst heel de meuk hier opruimen.
Dus doei! Doversmits, duistere planproductie.